Dit is de PNM Uitagenda. Panningen Centrum is zondag het decor voor de 7e Glitz & Glam. Tussen 12 en 5 bruist Panningen van activiteit en positiviteit. Dit jaar zijn er modeshows, optredens en special guest is Miss Patty Pam Pam. Zij presenteert de modeshows. Daarnaast is er live muziek van Joep van Werkberg. DJ Mr. G draait gave plaatjes. En er zijn optredens in cafés. 15 september, zondag, in het centrum van Panningen, Glitz & Glam. Ook zondag organiseert het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus in Helden in samenwerking met de Decanale Schuttersbond Horst Helden het Decanaal Schuttersfeest. De officiële opening zal plaatsvinden om 1 uur op het pleintje aan de onderste straat Kloosterstraat en vervolgens vertrekken de 10 schutterijen, waaronder de winnaar van het OLS Sint Willy Broeders uit Meijel, voor de optochten door de straten van Helden. Aansluitend beginnen op het schuttersterrein de schietwedstrijden, muziekwedstrijden en beoordelingen. Frambozenkwekerij Raspberry Max in Meijel viert zondag haar 15e verjaardag. De frambozenkwekerij is de afgelopen 15 jaar uitgebreid van enkel een frambozenverkoop tot een terras op de kwekerij. Wij zijn Raspberry Max en wij telen frambozen. En wie is dan Carlo en ik samen? Wij zijn in 2004 begonnen en het is nu 2019, dus wij bestaan dit jaar 15 jaar. Als mensen gewoon komen, wij zijn van dinsdag tot en met zondag open in het seizoen. En dan kunnen mensen een bezoekje brengen aan de winkel, ze kunnen op het terras lekker lunchen, taart eten. En ze kunnen ook het bedrijf rondlopen. En wij hebben dan zo'n audio die ze mee kunnen nemen, die heb ik ingesproken. Dus anders moet ik met iedereen mee. Dat is een beetje vermoeiend elke dag. Dus dat gaat heel goed zo. Ja, wij zijn heel erg in de breedte gegaan altijd. Dus wij doen alles met frambozen. Dus ja, van jam tot frambonaise tot mosterd met frambozen. Ja, van alles. Taart, van alles. Wij bakken alles zelf. Dus maken alles zelf in eigen beheer. Dus wij staan op 4 markten elke week waar we alles verkopen. Dus Amsterdam en Utrecht. En, niet heel erg in de buurt? Nee, daar sta ik al 12 jaar en dat is zo gegroeid. Toen was er hier nog heel weinig, dus toen ga je zoeken waar kan ik dan naartoe. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en ben ik blijven hangen. En dan doen we nou 3 markten op zaterdag en op vrijdag in Utrecht. Nou ja, wij bestaan 15 jaar en dan wouden we een soort van feestje organiseren voor onze klanten natuurlijk, maar ook voor iedereen die wil. Dus wij hebben een soort frambozen jam georganiseerd. Dus we hebben een paar hele leuke bands, is het misschien niet, maar het is allemaal akoestisch. Maar 2 hele leuke groepen die heel de dag muziek komen maken, waar iedereen mee kan doen. We hebben heel veel leuke foodstands met van falafel tot hamburger tot saladebar en toetjesbar. En nou, allerlei doe-activiteiten. Mensen kunnen ook meedoen met jam maken. Want dat moet er natuurlijk, hoort er ook bij. Nou ja, allemaal hopen we een leuke dag. Een beetje feestje van maken. Zondag, de 15e verjaardag van Raspberry Max in Meijel. In het kader van Open Monumentendag en het 10-jarig bestaan heeft Museum Peter Maas een actie. Op zondagen 15 en 22 september krijgen bezoekers 's middags een gratis gids die hen meer vertelt over de tentoonstelling van ploeg naar ploegendienst. De gids is er vanaf 1:30 tot 3:00. Zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er neer bij de Friedense Molen de eerste molenfeesten. Op zaterdag opent om 10 uur de nieuwe burgemeester van Leudal, Desiree Schmalsleger, de feesten. Op zondag begint het feest om 11 uur. Troubadour Jos Geraerts is beide dagen van de partij. Verder zal de rattenvanger over zijn werk vertellen. Voor de kinderen zijn er diverse Oud-Hollandse spelen. Woensdag 18 september geeft Arie de Bruin een lezing in Bibliotheek Maas en Peel. De entree is gratis. De avond is gebaseerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak, een van de grondleggers van de rechten van het kind. Arie de Bruin, voorzitter van de Janusz Korczak Stichting Nederland, brengt op aansprekende wijze dit gedachtegoed naar voren. Woensdag 18 september vanaf 7:30 in de Bibliotheek van Panningen.
Guido Spek, bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden, zoekt tijdens zijn eerste cabaretprogramma naar mogelijke antwoorden op grote en kleine levensvragen in Gelooft niet alles wat op internet staat. Beste bezoekers van Doc 6 Theater in Panningen, op donderdag 26 september sta ik in jullie theater met de voorstelling Gelooft niet alles wat op internet staat. Fantastisch. Ja, ik vond het heel leuk wat hij heeft gedaan. Ik heb zeker gelachen. Super. Heerlijk bij elkaar gezet allemaal. Muziek is er hierbij. Heerlijk. Hey, ik ben morgenochtend heel vroeg op. Ik had de indruk dat je het niet helemaal goed voorbereid had. Gelooft niet alles wat op internet staat. Donderdag 26 september in het Theater van Panningen. En dat was de agenda voor deze week. Ook in de agenda mail naar redactie@omroeppnm.nl. Heel graag tot volgende week.